Eigenlijk is het toch maar gek dat we onszelf in zulke situaties moeten manoeuvreren om ons werk goed te kunnen doen. Naast deze situatie zijn er nog heel veel andere situaties die wij heel creatief met z'n allen proberen op te lossen. En volgens mij kunnen we daar iets mee doen. En vanuit deze gedachte is het Innovatielab ontstaan. Het Innovatielab gelooft namelijk dat verpleegkundigen als geen ander weten hoe zij de kwaliteit van zorg en werkomstandigheden zouden kunnen verbeteren. Jouw creativiteit en deskundigheid kan bijdragen aan de totstandkoming van praktische oplossingen die echt aansluiten bij de praktijk. En hoe dat gebeurt, dat verschilt. We gaan altijd eerst op zoek of er al een oplossing voor het probleem op de markt te vinden is. Misschien hoeft er namelijk helemaal niets nieuws gemaakt te worden en bestaat het al. En als dat niet lukt, dan vragen we de mensen van de techniek of zij het misschien kunnen oplossen. En soms vraagt een probleem iets meer aandacht. Dan schakelen we studenten in. En bij het Innovatielab werken we dus niet aan grote, meeslepende en langdurige trajecten. Maar zijn we juist op zoek naar praktische oplossingen die snel en goed aansluiten bij de praktijk. Jij vormt het idee en samen met de mensen van de techniek laten we het lampje branden. Dus bevind jij je wel eens in een situatie waarvan je denkt, dat zou eigenlijk beter moeten kunnen? Laat het ons dan weten. Scan deze QR-code of de QR-code op onze leuke voorhouder en ik of een van mijn collega's komt bij je langs. Samen zetten we vervolgstappen uiteen. Oh ja, als je daar dan toch bent, meld je gelijk even aan voor de innovatie-update. Hierin houden we je op de hoogte van lopende projecten en innovatieworkshops voor afdelingen. Ik hoop je snel te zien. Doei!